Ik ben Johan Holwagen, 41 jaar oud. En ik doe dit werk sinds 1996. Toen kwam ik van school af, toen ben ik bij mijn vader gaan werken. Mijn vader die doet dat werk al heel erg lang. Die is in 1962 begonnen met het autobedrijf. En in 2011 heb ik het bedrijf van mijn vader overgenomen. En sinds die tijd ben ik dus eigenaar van garage Johan Holwagen. Ja, mijn Citroën-beleving die gaat terug naar, ik denk 1979 dat het was. Mijn ouders gingen op vakantie naar Nijverdal. Mijn vader had als verkoper een CX Prestige meegekregen, een splinternieuwe. Als klein kind speelde ik tussen de voorstoel en de achterbank. Dat was zo'n 7 ruimte. Het rook er naar leren. Het was stil in je auto, je gleed over de weg, je zweefde over de weg. Het was een jaar of 50, wat ik me herinner van die tijd en van Citroën. Vanaf die tijd ben ik ook verliefd geworden op de CX en op Citroën, op het zweven, op het genieten onderweg, dat de autorijden genieten is. Ik zit dan altijd de stoel een beetje lekker naar achteren toe, dat je in een lekkere fauteuil komt te zitten. Je hoeft geen haast te maken. Je laat gewoon alles vanzelf gaan. Hij schakelt vanzelf op door de automaat. Hij veert vanzelf. De kachel regelt zich vanzelf. En het is lekker stil binnen natuurlijk. Door gelaagde zijruiten. Ik vind de Citroën C6 een klassieker. Hij past prima in de lijn van de DS, de CX en de XM. Het is de laatste echte grote Citroën. Kenmerkend bij de grote Citroëns, dat is natuurlijk hydropneumatische vering van de auto's. Het bijzondere van dat hydropneumatische veersysteem is het zwevende rijden. Dat komt doordat de auto altijd op een constante hoogte blijft staan. De assen hebben hoogteregelaars en wat je er ook in gooit, de auto komt altijd op de juiste hoogte te staan. En dat zorgt natuurlijk voor een ongeëvenaard stukje comfort waar geen een andere auto aan kan tippen. Bijzonder voor grote Citroëns is altijd de vormgeving geweest. Het zorgt altijd voor mensen die omkijken als je in zo'n auto rijdt. Daardoor trekt het ook weer mensen aan met creatieve beroepen. De C6 die verloopt in zijn verleden niet. Als je kijkt naar de C6 en naar de CX, dan zie je een aantal overeenkomsten. Bijvoorbeeld conclave achteruit van de CX. Maar ook een heel grappig kenmerk zijn de opbergvakken in de portieren. En net als de voorgangers heeft ook de C6 tal van technologische snufjes in de auto. Een spoiler die omhoog komt met 80 km per uur. Een head-up display wat je hoofd op de weg houdt, zodat je niet meer op hoeft te kijken en je toch ziet hoe hard je rijdt. Lane Departure Warning System. Mocht je in slaap vallen en je rijdt over de witte lijn heen, begint je stoel te trillen. Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging. Meedraaiende koplampen. Met klassiekers dan denk ik natuurlijk altijd dat je een abonnement op de garage hebt. Maar met deze klassieker is dat totaal niet. Als je goed onderhoud pleegt van die auto, dan rij je van beurt naar beurt. En dan rij je dus 30.000 kilometer gewoon zonder problemen. Je moet natuurlijk wel een goede garage hebben die er verstand van heeft. Met goed onderhoud is gewoon iedere dag zonder zorgen instappen en echt alleen maar genieten.